Het gerechtshof in Den Bosch heeft een 63-jarige man uit Etten-Leur vrijgesproken van smaad op Hives, het internetvriendennetwerk. De man zette beledigende teksten over zijn broer op zijn huispagina en werd in eerste instantie door de rechtbank in Breda wel veroordeeld. Volgens de aangifte maakte hij zijn broer op zijn huispagina uit voor corrupte teringoplichter. Nou, het gerechtshof zegt, en dat honoreert daarmee het verweer van de man, en dat had hij ook, zij te vergeven bij de rechtbank gedaan, dat deze uitlatingen niet in het openbaar zijn gedaan. De verdachte voerde aan dat hij slechts 10 of 12 mensen toeliet op zijn huispagina, namelijk directe familieleden. Dat waren zijn zogenoemde huisvrienden. En dat het daarmee niet openbaar is. En dat wat hij dan daar dus gezegd heeft geen openbaar karakter draagt. En het Hof honoreert dat verweer. De rechtbank had hem in eerste instantie veroordeeld en een straf opgelegd? Ja, de rechtbank had hem wel schuldig geoordeeld. Hij had hem veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur. En tot betaling van een smartengeld van €320 aan zijn broer. De advocaat-generaal bij het Hof had een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist en weer betaling van het smartengeld. Maar dat is allemaal niet van gekomen, want hij wordt vrijgesproken. De rechtbank oordeelde dat deze belediging op Hives wel strafbare smaad is. Het Hof in Den Bosch kwam tot de conclusie dat als het om een klein aantal afgeschermde vrienden gaat, van openbare smaad geen sprake is. Nee, dat klopt. Smaad moet, zegt het Hof, moet openbaar zijn. Kijk daar dus inderdaad, maar dat komt natuurlijk wel eens meer voor, anders tegenaan dan de rechtbank. Het Hof zegt, je moet de intentie hebben om tegenover een publiek er rugbaarheid aan te geven. En onder het publiek, preciseert het Hof nog nader, onder het publiek moet je verstaan een kring van willekeurige derden. Een betrekkelijk grotere kring van willekeurige derden. En daarvan is hier geen sprake, zegt het Hof.